Kleine Sjaak en de draak. Kleine Sjaak woonde in een vissersdorp aan zee. Het was een rustig dorp waar nooit iets bijzonders gebeurde. De meeste mensen in het dorp werkten heel hard. Maar Kleine Sjaak las de hele dag boeken over draken. De mensen vonden hem dan ook een luie jongen. Het lievelingsboek van Kleine Sjaak heette Alles wat je moet weten over draken. Ik zou best eens een echte draak willen ontmoeten, zei Kleine Sjaak op een dag tegen zichzelf. Zijn wens zou in vervulling gaan. 'S Nachts begon het heel hard te stormen. Hoge golven rolden het strand op. En toen het water weer terugliep, bleef er modder, wrakhout en een hoop zeewier op het strand achter. En een heleboel schelpen. De volgende morgen ging Kleine Sjaak naar het strand. Hij zocht naar schelpen voor zijn verzameling. Opeens zag hij de grote berg zeewier. En die berg bewoog. Hij pakte een stok en prikte in het zeewier. En toen begon hij te rennen zo hard hij kon. Want het zeewier probeerde hem te pakken. Het zeewier was een draak met een lange staart. En er kwam rook uit de bek van het monster. Kleine Sjaak rende door de straten van het dorp. Kijk uit, verstop je, er komt een draak aan, riep hij. De mensen moesten heel hard lachen. En een visser zei, Sjaak heeft zoveel boeken over draken gelezen, dat hij is gaan geloven dat ze echt bestaan. Maar die avond stak een grote groene draak zijn griezelige kop door het raam van een café. De klanten renden door de achterdeur naar buiten. Even later zag de vrouw van de groenteboer hoe een draak de kroppen sla in haar tuin met vlammen uit zijn bek verbrandde. Ze was zo bang dat ze op het dak klom. En meneer Peper, de kruidenier, kreeg die nacht de schrik van zijn leven toen een draak hem uit bed trok. Het monster at alles uit zijn winkel op. De volgende ochtend was iedereen in het dorp in paniek. De veldwachter reed op zijn fiets door de straten en riep, doe vanavond alle deuren en ramen op slot. Er waren zelfs mensen die zo bang waren dat ze zich verstopten in de kerktoren. Maar Kleine Sjaak verstopte zich niet. Hij bleef thuis en zocht in zijn boek Alles wat je moet weten over draken naar een manier om tegen de draak te vechten. Op de op één na laatste bladzijde las hij: een draak vindt het verschrikkelijk om naar zijn spiegelbeeld te kijken. Kleine Sjaak deed het raam van zijn slaapkamer open. Daarna hing hij een heel grote spiegel aan de muur tegenover het raam. Toen het avond werd, deed hij alle lichten uit en wachtte. Net na middernacht hoorde hij de draak op straat. Het monster stopte voor het huis van Kleine Sjaak. Hij spuwde vuur en stak zijn griezelige kop door het raam naar binnen. En op dat ogenblik deed Kleine Sjaak het licht aan. De draak zag zichzelf in de spiegel, brulde van angst en viel achterover in de tuin. De draak gleed zo snel hij kon op zijn buik door de straten naar de haven, sprong in het water en dook onder. En hij zou nooit meer terugkomen. De mensen kropen uit hun schuilplaatsen. Ze liepen allemaal naar de straat waar Kleine Sjaak woonde. Voor zijn huis begonnen ze te juichen. Lang leven dappere Kleine Sjaak. De burgemeester van het dorp benoemde Kleine Sjaak tot opperbaas van de drakenverjagers. En niemand in het dorp durfde ooit nog te zeggen dat Kleine Sjaak een luie jongen was.